Yo mensen, wij gaan vandaag SBC's doen. We gaan beginnen met de Mario Balotelli SBC. Ik heb er een paar teams in geleverd. Spelers die ik misschien 10 keer dubbel had. Ik heb 0 keer moeten traden. Ik had ze eigenlijk allemaal in mijn 10. Dus ja, 2 makkelijke SBC's. De eerste SBC gaan we nu completen. Het is iets zieks. Het is een walkout. Het is een flashback. Het is een Italiaan. Brescia. Het is een spits, het is 88 rated Mario Balotelli. Dus weer een hele zieke kaart, weer een hele zieke kaart. Dan gaan we nu die Morales completen. Hier wel, we krijgen hier ook weer heel veel coins voor. En op het einde natuurlijk een speler hoor. Oh, maar wat een zieke kaart lijkt me dat. Ik heb die nog niet gezien, maar het is een hele goede spits hoor. Een hele goede spits. Ook al kijk ik geen La Liga. Het blijft een goede spits. Jawel, en ik heb nu het laatste complete. Ja. Ik heb nog eens voor zoeken, want... Ja. Of een Spanjaard. Spanje. Denk Serie A. Ja. Gewoon Spanje. Dit is niet genoeg. Spanje, Bundesliga, Spanje. Ja, nee, ook niet genoeg. Ja, of Frans. Man. Wat is dit hier weer? Ja, dan gaan we treden. Ja. Wie kan hier misschien iemand met de Premier League? Misschien wel iemand. Nee. Ja, en dan hebben we het, ja. Rap gecomplete, even sorry voor het kleine foutje, maar ja, moeten die team nu te halen, hè, voor mijn YouTube money, hè. Tuurlijk, het team dit is nodig voor die YouTube money, hè. En we gaan die Morales halen. Oké, het is een zieke kaart, ja, nee, het is maar een 85 kaart, ik had het toch iets beter verwacht, hoor. Ik had er toch wel iets meer van verwacht. En dan gaan we nu... Een paar pakketjes openen. Een heel goede free holiday pack. En we krijgen een inform. Een Spanjaard. Ayazonje Perez. En ook Sunny. Ja. Zijn hier nog goede pakketjes? Ja, nee. We gaan nog wel iets vinden. Want we moeten onze 10 minuten volmaken. Dus ja, we gaan een draft doen. We gaan een draft doen. En dan gaan we de Draft League spelen. We gaan de 4-3-3 pakken. En ik heb een leuke challenge. We moeten altijd voor de voorlaatste gaan. Dus altijd de voorlaatste. En zo moeten we proberen de draft te winnen. Altijd de voorlaatste. Altijd. We gaan het altijd moeten blijven doen. De voorlaatste. We hebben geen enkele joker. We moeten gewoon altijd de voorlaatste pakken. En dan moeten we proberen te winnen. Maar het gaat wel heel erg goed hoor. Het gaat toch wel... Het is geen verkeerd team hoor. Geen verkeerd team. We hebben dan meer dan 50 teamgeest. Meer dan... We gaan 60 team. Meer dan 60 team. We hebben al bijna 70 teamgeest. Ho ho ho. Jawel. Hier. Weer de voorlaatste. En dan kunnen we op het einde nog wel kiezen wat onze basis 11 wordt. Maar toch... Dit is zeker al geen slecht team, hoor. Weer de verlaatste Barella. En die kunnen al wisselen met Henderson. Maar ja, ja nee, is niet zo heel goed als we dat gaan doen. En ja, gewoon weer terug. De voorlaatste is Busquets. Sergio Busquets heb ik ook gepakt in het echt ultimate team. Ja, hier moeten we toch wel voor de meme gaan. We gaan gewoon voor de meme. We gaan voor Mbaye Diagne. En die gaan we in de spits zetten. En dan gaan die al onze penalty... Allee... Ja. Maar dat was gewoon 1-1 klein gokje. Ja. Die kunnen we toch niet laten missen. We moeten hem toch wel pakken. En Mbaye Diagne, de meme. Kunnen jullie nog allemaal bedanken voor de 10 abonnees. Bij 100 abonnees ga ik brosken. Dus ja, hopelijk halen we dat. Ja. Ja, maar ergens heb ik ook dat we het niet gaan halen. Ja, hier die kunnen we hiermee wisselen. Want die is niet toch voor 1 meter. Ja, pas. Ja, Ndombele. Ja, en dan hier weer Fernandinho. Kunnen die niet wisselen hiermee? Ja. En dan hier? Nee, dat werkt dus niet goed.
Hey, we zijn klaar, dus we gaan gewoon zo spelen. En hopelijk gaat Mbaye Diagne die hat-trick hier maken. We gaan die hat-trick hier maken met Mbaye Diagne. Tuurlijk. Ik weet niet tegen wie. We moeten tegen Villarreal. En we staan nu zevende. Oké, goed. We gaan dus aanvallend spelen. Henderson, ja. Heeft een kleine blessure. En ja, dan gaan we hier naar 1-0 achter staan. Sorry. Nee, Bakka mist. Bakka ook bij Brugge speelt. Maar hij mist, hij mist, hij mist. En dan gaat hij waarschijnlijk scoren. Nee, hij mist weer. Kom aan, team. Ja, Mbaye Diagne kan scoren. Oh, Mbaye Diagne. Goal, Mbaye Diagne. De meme, Mbaye Diagne. De man die de penalty mist tegen PSG kan hier scoren tegen Villarreal. Ho, ho, ho. Ja, ik weet al een titel. Verdraft winnen met Mbaye Diagne. Ha, Pacebis video. Verdraft winnen met Mbaye Diagne. Maar de match is nog niet gedaan. Diagne heeft er zich nu een beetje gebalanceerder gaan spelen. En André Almeida. Ja, gaat hij scoren. Nee, Stambouli mist hem. Onze Fransman. Nee, Gerard gaat niet scoren. Bigley heeft beter op dribbeling. Jawel. Geen goal. En dan gaan we winnen, hopelijk wel. Biglia gaat scoren. Nee, Biglia mist. En dan hier, dit wordt op Toke. Met Toke Kambi. Oh, Toke Kambi mist. Dat gebeurt bijna nooit. Een missertje van Toke Kambi. En ja. Nee, Toke Kambi scoort dan. Ze spelen gelijk. Ja, maar wel een mooie goal waarschijnlijk van Mbaye Diagne. Tuurlijk, Mbaye Diagne. Goed. Hey joh mensen, ik wil allemaal vragen voor te liken en te abonneren. Tot de volgende keer. Joejoe.